Nieuwe tatoeage. Toen lag mama ineens op de grond met jou. Ja. Wow, je bent tering groot. Ik heb trouwens helemaal niet verteld wat er de komende weken allemaal gaat gebeuren. Kom, we gaan even de kroeg in dan. Dat is lang geleden. Geef eens een cursus Tilburgs, mama. Heb jij een corona-check gedaan? Ja. Oké. Okay. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben bezig in de badkamer. De laatste dingetjes. De wastafel moet geplaatst worden. Die bleek iets te ver uit te steken. Waardoor we geen rekening hadden gehouden met het afvoer van het water. Extra gaatje aan de voorkant. En ik had zojuist een tegelsplinter. Auw. Ja. Zware oorlogswond. Ja. Dat je wat gedaan hebt. Het is alvast een voorbode voor morgen om te wennen. Aan mijn nieuwe tatoeage. Heel veel zin in. Wat ga je doen dan? Ik ga jou weliswaar met haar. En Jessie op mijn zij tatoeëren. Een portret. Oh, weet je het heel zeker dat je bij me wil blijven? Geen twijfel. Nou, ik ben heel benieuwd. En we zijn heel blij met de... Ik heb al 2 keer gedoucht. Ik ben een beetje gek. Maar je hart zit er niet in. Nee? Nee, we zijn helemaal niet gedoucht. Oh zo. Nee, maar ik ben nog steeds bezig met de afwerking. Kijk, en dit heb ik gedaan. Alsjeblieft. Ja. Dat is gewoon echt kunstwerk gewoon. Dus maar dat is de creativiteit in deze badkamer. Wat? Dat is gewoon het... Zonder dit was die ook niet af geweest. Nee, zeker niet. Dus. Maar ik ben heel benieuwd, ja, want we dachten, je gaat die afvoer toch waarschijnlijk een beetje zien. En dit is nou niet heel erg mooi. Nee. Dus we maken hem gewoon mat zwart, net zoals de rest. En dan past het er wat meer bij. Ja, en dan gaat hij hier dus naar binnen. Door het gangetje naar binnen. Ja. Dus dat. Verder is het vandaag alweer 22 september en is het de dag van mijn 6e chemo van de Taxol. Ik ga een beetje de tel kwijt, merk ik. Maar het is de 6e. Oh, gaat u? Oh jee. Ik zei gisteren tegen loopbedist, ik zeg ja, hij zit al bij de 4e. Je moeder zei het vanmorgen, nee, ja. Het is nummer 6. Ja. Oh, ja. Ja, het gaat, ja. Dit zijn natuurlijk wat meer, dus dan raak je wat meer de tel kwijt. Ja. Maar goed, ik hoop dat het weer net zo goed gaat als vorige keer. Als het goed is, ben ik 10 november, als ik alles door mag blijven lopen, klaar, hè? Dan is het de laatste. Dus dan gaan we weer een klein feestje vieren. Ja, ik zat te denken, want we hadden natuurlijk een concert die al 2 jaar verplaatst is. Ja. Op jouw laatste dag. Ja, klopt. Dus daarom is jouw laatste dag een dag verlaat. Ja, dus dan wordt het de 11e, geloof ik. Ja, 11. Ja, oh, dat is wel een mooi datum. 11-11. Want? Zomaar. Gewoon 11-11. Dat is toch wel een mooie datum. Ja, schat. 11-11. Zo, hallo. Sorry. Hey. Ik heb weer bloed. Ik ook. Je weer bloed? Ik heb ook bloed. Nee, ik heb ook bloed. Ja, want nee, ik heb ook bloed. Nee, kijk. Ja, maar kijk. Ik zie hem ook bloed. Oh? Oh? Zet de voordeur nog op. Weet ik niet. Anders is Mojo misschien weg nu. Ja. Dankjewel. Au! Mojo, hier blijven. Ja, hij wilde al bijna naar buiten. Hij is aan het snuffen. Mojo, terug naar binnen. Voordat je weer aan de wandel gaat. Hè? Kom. Hé, hey, Jessie Silver. Kom jij eens vertellen wat jij gisteren heel goed hebt gedaan. Kijk. Ja? Kom eens, Jess. Kom, we gaan het even vertellen aan onze volgertjes. Want mama en of Jessie was aan het douchen in bad gisteren, hè? Ja. En toen gingen wij samen lopen. En wat gebeurde er toen? Toen gingen wij vallen, hè? Ja, lalalala. Toen lag mama ineens... Oh, nou. Toen lag mama ineens op de grond met jou. Ja. Ja, en wat ging jij toen doen? Weet je dat nog? Appetino.
Nee. Nou, wat er dus gebeurde, ik weet niet, maar we hebben best wel een grote opstap. En ik stond waarschijnlijk op mijn eigen vest, waardoor ik dus met hem op de grond viel. En toen vroeg hij gelijk van, gaat het? En ik had hem gelukkig net zo vastgehouden dat hij de grond niet raakte. Maar ik had mezelf natuurlijk wel opgevangen op mijn been en mijn arm. Nou, gelukkig ging het goed. Maar hij zei gelijk, gaat het? En toen zei ik, ja, het gaat wel. En toen zei je, oma, mama auw, hè? Toen ging je oma halen, hè? Nou, hij weet het niet meer. Hij weet het. Zo bijzonder was dat niet. Nou, dat was dus wel. Wat geweest is het geweest. Dat was gewoon wel hartstikke bijzonder. Want hij ging helemaal uit zichzelf. Rende hij dus naar oma om te zeggen dat mama aan had en dat ze moest komen. Dus dat vond ik echt helemaal geweldig. Ik denk, ja. Kan papa verder? Ik denk daar wel eens over na. Dat ik denk, stel nou dat ik alleen met hem ben en er gebeurt echt iets. Is hij dan in staat? Om iemand te gaan halen. Dus dat was even een heel trots momentje. Zo, ik ben thuis van de chemo en de mannen zijn lekker aan het koken samen. Hij vindt het echt leuk. Hè? Hij is samen koken. Wat zijn we nou aan het snijden dan, schat? Ui. Uitje, hè? Uitje. Ja. Ui. Ja. Zeg een poe! Ja, boe! Draaien. Dat is wel voor je vingers, hè? Lekker hoor! Op. Op. Zo ja. Ja, op. Dat zijn geen grapjes, namelijk vind ik dit echt grappig. Gaat dit wel mensen doen, joh? Denken wij grapjes te maken? Goed zo. Deze nog? Ja, maar gaat niet. Nou, dit wordt vast heel lekker. Nee, deze is toch niet lekker? Is die niet lekker? Nee. Hij moet huilen. Ja, heb je tranen in je ogen? Ja. Ja. Niet in je ogen wrijven. Dat komt door de ui. Een hele goede morgen allemaal. We zijn bij Stam en Tattoo. Dit is voor mij de derde locatie waar ik hem ga zien. Hij begon eerst bij een tattooist als werknemer. Toen in Scheveningen met iemand anders en nu zit hij gewoon hier aan de Laan van Middenvoort. Mega mooi pand. Ik ga hem voor de eerste keer echt uitdagen, want de vorige keer waren het vrij kleine, simpele dingetjes. Maar vandaag moet hij aan de bak. En dit wordt serieus. En ik ben benieuwd wat hij heeft voorbereid. We gaan lekker een bakje doen. Zo. Voorbereid, helemaal ingepakt. Omdat ik dus een beetje gevoelig ben aan de zijkant. Ik ben gewoon een hele gevoelige jongen. Heb ik verdovingscrème op zitten. En die moet even een uurtje intrekken. En dan hoop ik dat we er een aantal uur tegenaan kunnen. Ja, werkt het nou heel goed, dan bestellen we nog wat bij. Ik denk van, na een paar uur. Want dan schijnt in één keer de pijn in één keer te komen. Dan doen we het gewoon lekker zonder. En dan... weet ik niet, mediteren, ademhalingsoefeningen. De vorige keer toen we dus hier aan de gang gingen, was 6 jaar geleden. Ja, toen ging ik echt kapot van de pijn. We gaan het gewoon zien. Het is nu even een uurtje intrekken en dan gaan we beginnen. See the master at work. You say take me on a treasure hunt. When they sing and dance, oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you. Inmiddels al een beetje te knijpen, maar let's do this. Man, so it's getting really painful now. I know.
Zo. 5 uurtjes later. Nou, we zijn heel ver. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee. Dus volgende keer aan verder. Ja, het is fantastisch wat die gast doet. Echt niet normaal. Echt heel mooi. Ik kan niet wachten tot het helemaal klaar is. Ik ben er een beetje emotioneel van. En dan lig ik dus eindelijk in bed. Ik ben echt helemaal kapot. Thuis gekomen. Nu heb ik met Jesse gespeeld. Ik heb gekookt. En René is bij me weggegaan. Voor 1 nacht. Voor een cursus van het werk. Het is met collega's ergens in de beeld. Een nachtje voor een training. En het is gewoon hartstikke fijn voor haar dat ze er even uit kan. Eventjes een andere setting. Super fijn voor haar toch. En morgen is ze weer thuis. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga slapen. En ze appt nu. Ik ga lekker slapen en morgen weer een nieuwe dag. Ja, mama is weer thuis. Hey, ben je gitaar aan het spelen? Ja hè, laat me horen. Tijdens het tandenpoetsen. Laat maar even horen wat je kan spelen. Komt ie hè? Pak die hem even niet goed? Ja, maar ik kan niet, hè. Kan je het niet? Nee. Je doet het hartstikke goed, jongen. Kom maar. Ja, wat vind je toch? Je had hem net gestemd, toch? Ja. Ja, gisteravond ook al 10 keer. Vind ik wel raar, hè? Dat ze hem dan verkopen als een soort van echt gitaartje. Ja, dat is een beetje jammer. Jesse Silver, ik hou van jou.
Ik hou van jou. Love you. Slaap lekker, poepie. Slaap lekker. Wat ben je aan het doen, poepie? Een pakketje binnengekomen. Een verrassingspakketje. Van Melanie. Melanie? Pour moi. Spannend. Ben heel benieuwd. Lief ook. Een positiviteitsscheurkalender. Oh, dat is leuk. Dat is lief. Voor het nieuwe jaar alvast zie ik. 2022. Naar aanleiding van mijn laatste vlog. Ja. Super lief. Daar hebben we wat aan. Ik pak er gewoon even een. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn zit voor een deel in hoe jij iets ervaart. Of je de ware schoonheid ziet en in je hart bewaart. Welk beeld, gevoel, herinnering jouw hart verwarmen kan? Als je je daar bewust van bent, geniet je erover. Oh. Zo is het. Het is echt hartverwarmend. Durf je hart wat meer te volgen, los te laten wat men vindt. Soms de stilte op te zoeken met je haren in de wind. Die is voor 23 april, dus misschien heb ik dan wat meer aan. Ja. Het is nu al aardig aan het groeien. Lief, dankjewel. Ja, het is echt een flink donsje weer aan het worden. Terwijl ik nog met de chemo bezig ben, maar dus deel 2. En het is grappig dat het nu weer een reverse is van hoe het eigenlijk uitviel. Dus eerst had ik een heel donker laagje toen ik het had afgeschoren. Toen werd het steeds minder, toen had ik echt zo'n krans nog over. Toen was alles weg en nu begin ik dus weer een krans te krijgen. En gaat het misschien zo weer omhoog. Ja, ik kreeg witte donsjes over terug en dan wordt het langzaamaan een beetje donker. Het is nu echt een donsje, maar ik voel me, poepie. Ik ben net een klein konijntje. Ja. Kom op, konijntje, doe maar liepelet. Ja, het is echt heel zacht en. Heb je het taart al aan laten zien? Nee. Ja, deels. Halverwege. Halverwege. Moeten we die nog laten zien? Ja. Zullen we maar doen dan, hè? Zijn jullie er klaar voor? Hij is nog niet helemaal klaar. Maar... Even mijn buikje zo. Wow, hij is een tering groot. Ah. Wauw. Doe eens wat meer draaien naar het licht. Ja, Mercedes zei het zelf ook al een paar keer. Hij zegt... Ja, yeah, this is really a big piece. Zo. Maar hij moet dus nog helemaal verder geschaduwd worden en... Hè? Dit was een sessie van 5 uur. Ja. Ja, er moet allemaal veel meer diepte in en hier nog het een en ander. Ja. En schaduwen en details. Hm? Je bent wel heel zeker van je zaak, hè? Jij? Heel blij mee. Ik wel, ja. Jij ook? Ja. Ik heb trouwens helemaal niet verteld wat er de komende week allemaal gaat gebeuren. Zoals? Zoals Omroep West. En zoals een achttellende pagina interview in Ouders van Nu. Ja, er zitten leuke dingen aan te komen. Want we zijn dus benaderd door Omroep West, TV West. Voor de Hagenezen onder ons en omstreken wel bekend. Waarin ze graag een item willen maken over ons. En de situatie waar we nu in zitten. En hoe de vlog ons daarmee helpt. En jullie. En wat we graag mee willen geven. En het is namelijk oktober borstkankermaand. Dus dat sluit mooi aan. En daarnaast zijn we gevraagd door dus inderdaad het magazine Ouders van Nu. Om een item, een kersteditie wordt het dan, hè? Ja, en dan komen we in het persoonlijke verhaal. Een interview van 8 pagina's lang.
In het begin van een magazine. Voor de kerstspecial. Kerstspecial, volgens mij, ja. Nou ja, of het de kerstspecial is, weet ik niet, maar hij komt met de kerst. Ja. Dus super gaaf. Ja. Ja, bijzonder spannend allemaal. Dingetjes die zo erbij komen. Allemaal dankzij de vlog. Ja, super. Super fijn dat door deze nare situatie er toch. Dat we er toch ook weer iets positiefs uit kunnen halen. En dingen onder de aandacht kunnen brengen die we graag willen. En ik hoop dat zo leuk overkomt. Zoals het kankeronderzoek, na 30. Ja, de mammografie. En vergeet ook niet dat dit natuurlijk ook komt door ons, maar vooral jouw positiviteit. En juist dat jij zo, ook hè, wat je laatst in de vlog zei van al die negatieve verhalen, juist positiviteit zeg maar gewoon uitgegroot moet worden. En dat dat juist de grote boodschap moet zijn. Dat je gewoon niet in een hoekje gaat zitten en dat je juist kop omhoog. Ja, het beste ervan moeten maken en want het is allemaal al naar genoeg. En ook in de nare situaties zijn er vast lichtpuntjes te vinden. En daar zoek ik altijd zelf wel naar. Van nature al. Maar ik vind het gewoon heel, heel fijn om te zien en te horen dat mensen daar ook heel veel kracht uit halen. En dus dat is wel leuk dat dit eruit komt en dat ze dus inderdaad die aandacht geven waar ik het laatst over had. Dus dat er eigenlijk een positieve kant wordt belicht aan een toch vervelende situatie. Daarom ben jij mijn lichtpuntje. Ja, mijn lichtpuntje. Zo is het. Nou ja, en we hadden het natuurlijk laatst over iets waar we nog niks over mochten zeggen. Ik kan er nog niet heel al te veel over zeggen, maar jullie gaan mij binnenkort op tv zien. En als het zover is, dan laat ik het jullie natuurlijk nog meer weten. En dan hebben we nog een leuk stukje om eventueel te laten zien wat daar is opgenomen. Als dat mag, als we toestemming krijgen. We zeggen elke keer, dit is de laatste week zonnestralen. Maar de zonnestralen blijven maar komen. Dus we zijn gezellig. Na zee. Jessie heeft je iced tea op, schat. Weet je dat? Ik had geen dorst. Yes. En Luca is er ook gezellig bij dit keer. Een keertje. We straks naar het huis kijken? Ja, ik hoop het. Wat willen jullie eten vanavond trouwens? Nou, we hebben nog even om erover na te denken. Nee joh. Hij weet het al. Hint. Wat is je hint? Ik zag het niet. Oh. Oh, sushi. Jessie. Jessie zit weer eens lekker aan de stroopwafels. Nou wacht hij nog een punt ervan. Kijk dat hij nou weg kan missen. Ja. Niet heeft ze nog. Dit is lekker. Inzoomen. Snel. Oh, zo, dit? Oh, ja. Ik heb hem. Oh, te laat. Jessie, liggen. Jessie. Af. Kijk, daar gaat hij weer. Ja, hup, daar gaat hij. Zo ligt hij. Zo van. Echt? Ik heb een goede smaak. Hij gaat erop zitten, maar bijna. Kijk, dat is zo. En toen zaten we ineens in een restaurant. Wat zit er in de inclusief drinken? Wat zit er in inclusief drinken? Alles. Alles? Nou, ik denk Chrisje. Wat was je van plan dan? Jessie. Proost. Oh ja. Oh, proost. Jessie. Proost. Luca. Proost. Wat was het voor? Proost, baby.
Waarom is het? Hij doet echt zo. Wil je die? Oh. Jouw ijsje is, ja? Lekker, Moppie. Het is heel lekker, maar ik probeer. Ik heb niks boven de kus van je moeder. Hè? Ik probeer gewoon wat dingetjes te zoeken die we normaal gesproken niet bestellen. Ja. Maar dan kom je toch altijd weer aan dat sneller. Ja. Dat is iets anders. Ja. Jesse, lekker ijsje. Wat voor smaak is dat? Aardbeien smaak, of niet? Ja, laat maar alleen aardbeien. Oh, echt? Wat wil je doen, mama? Dat is wel gezellig. Kom, we gaan even de kroeg in dan. Dat is lang geleden. En hey, die zou zo gaan, hè? Ja. Nou, we hebben heerlijk gegeten bij Kyoju. Het is lekker, hè, jongens. Zitten jullie ook zo vol? Nee. Ik kan niet meer. Kijk. Gewoon even zwaaien. Oh, kijk hier. Ik ben hier. Kom, we gaan even de kroeg in dan. Dat is lang geleden. Zullen we nu naar de Mac? Gaan we naar de Mac? Ja. Je bent gek. Nou, luister, ik ga dus echt niet naar de Mac. Nee, ik ga niet naar de shawarma, ik ga niet naar een pannenkoekenhuis. Ik ga helemaal nergens naartoe. Ik ga naar huis. We gaan douchen. Oh nee, we gaan eerst jullie afgooien op HS. Dat zou wel fijn zijn. Ja, we kunnen niet blijven slapen, nog niet. Nee, nog niet. Dan moeten we even een halfjaartje wachten. Een halfjaartje, hè? Ja, dat is wel een beetje optimistisch, hè? Ja, hè? Wishful thinking noemen ze dat. Wishful thinking. Geef ze een cursus Tilburgs, mama. Lopen. Houdoe. tot ziens. Lopen. We gaan lopen. Je moet niet zo kwijken. Oh ja, je moet niet kijk, zo kwijken. Kijk, René kan al Nederland. Tilburgs je kan praten. Mam. Hey, dat is echt gezellig. Horloge. Huh? Horloge. Je gaat daar niet geweest. Maar kijk, het zo mooi. Nee, Tilburgs. Horloge. Dat is met een L. Horloge. Nee, Lossie. Lossie, oh, Lossie. Ik kan niet in Tilburgs. Emmer. Emmer. Garnaal. Garnaal. Garnaal? Garnaal. Ja, die wilde ik inderdaad zeggen. Waar zijn ze? Gezeik. Oh, gezeik. Gezever. Gezever. Ja, garnaal. Gnol. Gernal. Gernal. Ik vind het niet mooi. Gernal. Gernal. Hey, we gaan dansen. Heb je, weet je zeker dat jij het wijntje op hebt? Ja, ik weet niet. Hij was in één keer op, maar... Hier, Seb. Oké, okay, instappen maar. Corona-check. Ja. Overbelast door grote drukte op eerste stap. Kijk. Ja, hè? Nou, heb jij ook corona-check gedaan? Ja. Oké. Okay. Ik heb ook zo'n dorst van die sushi. Ja, het is gewoon heet. Heb je het warm? Ja. Heb je het heet? Ontvliegen. Heet en warm. Ik vond het weer een hele drukke vlog. Ja. Wel heel leuk. Zeker leuk. En Jessie was heel lief vandaag. En Jessie was heel lief vandaag. Echt heel, heel lief vandaag. En toen zei ik dat tegen hem, zei hij, oké, dankjewel. Hoe lief was dat? Ah, nou, hopelijk vonden jullie het ook weer een toffe vlog. Ja. We zijn heel benieuwd wat jullie vinden van Sergio's tato. Wow. Hij is trouwens nog niet af, hè? Maar nu al... Hij is groot. hij is niet klein. Ah, zeker niet klein. Nee, we niet kosten nog moeite besparen. Doe even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten, zodat je weer alles meekrijgt. Zeker. Als we weer het uploaden en dan zien we je heel graag bij de volgende video. Heel graag. Ciao.